Jong Volendam, Spakenburg, een wedstrijd die garant moet staan voor veel doelpunten. Jong Volendam 54 voor, 56 tegen. Spakenburg 52 voor, 51 tegen. Doelpunten regent het doorgaans in wedstrijden van die beide ploegen. En dat regenen begint hier al. Floris van der Linden zet Spakenburg op 0-1. En als u denkt, waar wordt die wedstrijd gespeeld? Dit is toch niet het stadion van Volendam? Nee, dit is het sportpark van EVC in Edam. Daar moest naar worden uitgeweken, omdat het stadion van Volendam wordt voorbereid met een groot podium voor de huldiging van de naar de Eredivisie gepromoveerde hoofdmacht van de Wijdbroeken. Die 15e staan in de Jacks League, maar wel een topscorer in huis hebben. Koen Blommestein maakt gelijk nog in de eerste helft. Het is zijn 19e van het seizoen. De treffer van daarnet van Floris van der Linden was zijn 23e. Dus een mooi hakje van Wouter is dat denk ik, of Zeefuik. Ruststand 1-1 in Edam. Twee doelpunten maar. Maar ja, dit zijn Jong Volendam en Spakenburg. Er komen er vast nog wel meer. Van Zundert krijgt de bal niet onder controle. Spakenburgs aanval loopt wel door. Bal belandt bij Dekker. Als hij aan de bal is, gebeurt er wat. Vince Dino Dekker met Joshua Vertrouwd. Dekker zet voor en daar is het. 2-1 voor Spakenburg. Opnieuw Floris van der Linden. En opnieuw ook Vince Dino Dekker, de koning van de assist bij Spakenburg. Joshua Vertrouwd, de linksback van Jong Volendam. Volgend jaar speelt hij voor FC Utrecht. In de luren gelegd, grijpt ook naar zijn hoofd. Na die 2-1. Maar hij had beter in kunnen grijpen. Van Lopik terug in de ploeg bij Spakenburg als invaller. Na een blessure verspeelt de bal aan Jordi Blom. Blom is er door en daar is natuurlijk Koen Blommestein. En dan is het weer gelijk in Edam. Van Lopik verslikt zich in Blom. Blom haalt net niet de achterlijn. Doelman Brandt, nog altijd de vervanger van de geblesseerde Leon Terwielen. Die raakte vorige week geblesseerd met een handje. Maar wel een goal. Dit is een mooie aanval van Spakenburg. Vink staat aan het einde. Koelewijn geeft uiteindelijk de assist. Spakenburg opnieuw op voorsprong. De assist van Juri Koelewijn. Emilio Vink met de 3-2. En zou Spakenburg die voorsprong nu wel een keer vast kunnen houden. Korendijk aan de wandel. Jay Korendijk vindt aan de linkerkant Vertrouwd. De man die dus naar FC Utrecht gaat. Goede voorzet van Vertrouwd. En daar is weer Koen Blommestein. Brandt hoeft niet in te grijpen. Maar op de bank bij Spakenburg zijn ze er nog niet gerust op. De vrije trap dan voor de blauwe Koelewijn. Bal strandt in de muur. Daar is Eindhoven. En daar is de 6e treffer van de wedstrijd. De 60e tegendoelpunt van Jong Volendam in deze competitie. In 29 wedstrijden. Dat is best veel. Dekker. Vink. Houd druk op de bal, dat doen ze niet bij Volendam, want Spakenburg kan doorvoetballen en heeft ook de tweede bal. Dekker weer. Vink, dit is wel een kans. Vink en de voeten van Lauwers. En in tweede instantie heeft de doelman van Jong Volendam een klem. Barry Lauwers. Lekker ontspannen. Ook in de laatste minuten als Vincino Dekker, de koning van de assisten, dan zelf ook een keer een maakt. Hij bepaalt de eindstand op 5-2. Een goede generale voor Spakenburg in de aanloop naar de derby. En Jong Volendam, dat blijft toch wel in de zorgen. 15e in de Jacks League.